Zo. Dat waren 12,5 minuten reclameblokken. Ja, dat begrijp ik. Jouw top 5? De top 5. De vrouwen top 5 van de pensionado's. Op 5. Zoals ze maar even interruperen. Elke spelersvrouw die niet genoemd wordt. Hebben we daar nog een boodschap voor? Ja, daar heb ik zeker een boodschap voor. Het is niet zo dat jullie minder zijn. Maar het is wel zo dat je er extra aan moet trekken. En dat doen we niet letterlijk. Maar wel figuurlijk. Prima. Op nummer 5. Dorien Klaverweide-Barnoren. Vanwege het feit dat ze het al zoveel jaren uithouden met Piet, sowieso. Ja. Maar ook als je ziet wat ze presteert tijdens de Piet Barcup. Jaartje ervoor. 40 jaar van 20 man. Prima, Dorien. Steunen toegelaten. Laat Piet toch altijd gaan. Hou ik van. Met name het volhouden met Piet, dat tik ik er even uit dan. Klopt. En dan weten wij allemaal genoeg. Prima. Nummer 4. Op nummer 4. Ja, dat is misschien een beetje verrassend. Maar ik moet daar toch in zeggen dat op nummer 4 Yvonne Koemans staat. Oeh. Schinkel Koemans. Schinkel Koemans. Sorry, ja. Leven met Jaap. Is niet makkelijk, maar buiten dat toch wel Jaap zijn vrijheid geven om zijn uitjes, maar ook om te blijven voetballen. Daarnaast ook geregeld te zien aan de kant. Vooral bij veld 2, moet ik wel zeggen, uitwedstrijden nog niet gezien, maar veld 2 is toch wel haar plekje. En als het dan het zonnetje nog schijnt, wil ze ook nog wel eens een keer een klein drankje doen. Dus op 4. Nummer 3. Niet omdat hij hier staat te filmen, maar dat is toch Karin Heemskerk-Duindam of Duindam-Heemskerk. Geldt in principe bijna hetzelfde voor als nummertje 4. Maar Karin is hier iets frequenter aanwezig op veld 2. Weet ook sommige namen te noemen van spelers van de pensionado als ze in de aanval zijn. En wil nog wel eens het naampje verwisseld worden. Hoi Ruud! Dat het Jos is, maar niet zo. Wat dat betreft, niet zullen daar op let. Ik moet zeggen, ja, ik hou ervan. Prima. Chapeau. Ga ze door. In potentie zit er uitwester erbij, kan je groeien. De nummer 2 zit eraan te komen. Kan zomaar. Ja. Nummer 2. Ik denk, mag ik een voorstelling doen? Ja, mag je. Ik denk Dilly van der Deil, dat je toch je eigen meisje niet op 1 zet. Nee. Want die nummer 1 die... Nee, maar dat heb ik... Nee, sorry hoor, dat ging in de veer. Maar ik kan mezelf op mijn eigen vrouw, die staat natuurlijk op 1, maar oké, klasse. In dit geval niet. Nummer 2 is De Haas. Mevrouwtje De Haas Zonneveld. Waarom? Ja, waarom eigenlijk niet, kan ik zeggen. Ze staat bijna door weer en wind met de kinderen langs de lijn. Om Jos aan te moedigen en de pensionado's. Ja. Zo vaak aanwezig. Zo vaak gezellig aanwezig. Eigenlijk een schande dat ze niet opeens zou staan. Dat klopt. Zit er echt tegenaan te kloppen. Ja. Maar ja, Fleur. Top. Top. Dan kunnen we 2 dingen doen. We hebben nummer 1 bekendgemaakt. Ik kan er nu naartoe lopen en haar filmen. Of heb jij zo'n introductie voor deze vrouw waarbij je eigenlijk gaat smelten? Laten we dat doen. Laten we er maar naartoe lopen, want ik denk ook dat jij het weet. Ga jij maar voor, maar ik denk dat ik het weet. Is ze in de buurt? Waarschijnlijk staat ze te roken. Hier staat ze. Ja. Marcella, wil je even bij ons komen alsjeblieft? Ja, ja. Ja, ja, ja. Marcella. Nee. Ja, dit is even in het licht gaan staan. Nog steeds? Meer in het licht? Ga je nu een foto maken? Ik ben donker. Ik ben donker. Ja, ik kom eruit. Het is bijna het nieuwe jaar. Houd, we hebben één productioneel probleempje. Dit is niet te verstaan. Dus loop even met Sally naar de kerstboom. Ja, dat is goed. Loop even naar de kerstboom met Sally. Dat is een lekker logo.
het is een prachtige plek, ja. Ja. Nou, het is december, bijna kerst. En ik kan niet anders zeggen dat Marcella tot op dit moment als nummer 1 staat van de spelersvrouwen. En dan moet ik ook wel uitleg geven waarom. Nou ja, waarom niet zou je bijna zeggen als je dit plaatje ziet. Maar het komt er gewoon om neer. Dit is de enige spelersvrouw die hier vanavond in het hele mooie etablissement bezig is. Waarvan ik kan zeggen, met de hand op de hart, zij komt kijken voor de pensionado's. En hoe ik dat weet, ik zit geregeld reserve, dat zou ik je willen zeggen. En dan praat ik wel eens, dan is hier wel eens een woordje, je weet hoe het gaat. Marcella is gewoon aanwezig vanwege het feit dat haar eigen man er niet is. Zij geniet echt van de pensionado's. Ze gilt op het juiste moment, ze weet de scheidsrechter op het juiste moment af te bluffen. Kortom, een spelersvrouw zoals een spelersvrouw er A uit moet zien, B zich moet gedragen. En dan heeft ze nog een extraatje. Deze avond, we staan hier vanwege het feit dat Marcella toch zegt, ik wil dat er wat geregeld wordt voor de pensionado's. Als niemand erin stapt, dan doe ik dat. Dat ben ik niet gewend. Van mensen uit het noorden van het land, uit Leeuwarden, daar gebeurt niet altijd heel veel. Maar in dit keer moet ik toch zeggen dat ze stapjes heeft gemaakt. Ze staat hier in Noordwijk als spelersvrouw nummer 1. Ze maakt stappen die zo groot zijn dat je niet eens weet hoe groot die stappen kunnen worden. Sherry, je verdient het met alles. Jongens, pensionado's, applaus. Ja. Dankjewel. Sherry, kom hier. Je mag ik zeg, ik zeg dankjewel. Ik ga jou kussen. Mag dat niet dan? Ja, je mag me kussen, maar... dankjewel. Ja? Geen tekst? Nee, geen tekst. Nee, ik ben niet... Ben je trots? Meis. Ja? Ga je de lijn ook voortzetten dat je wel... dat je spelersvrouw nummer 1 blijft? Gaat het van nature? Gaat het van nature. Dankjewel. Dankjewel.